Het is koud op Sportpark De Wetering. 22 spelers in korte broeken. En nog best veel mensen afgekomen op deze topper in de hoofdklasse. Tweede minuut wedstrijd. Dit is Joran Pot. Met het eerste schot. En hij gaat gelijk tegen de paal. Zij zijn dus dik aangekleed. Misa Danso. De linksbuiten van Ajax. Bij Vlaag een plaag voor Muis. Hier verliest hij het duel. En de voorzet is daar. De inzet van Akoy gaat naast. Gene Muiden won eerder dit seizoen met 2-1 in Amsterdam. Dat was op de eerste speeldag. Twee treffers van Kavak. En hier weer een aanval van Ajax dat het betere van het spel heeft in de eerste helft. En ook op voorsprong komt. Misa Danso. Op aangeven van Mijn. En Misa Danso staat daar helemaal vrij. Muis is bezig met Mijn. Vergeet dat Misa Danso in zijn rug staat. Kenneth Misa Danso scoort 0-1. De voorsprong dus voor de nummer 4 in de hoofdklasse. Dat op zoek gaat naar meer. Dit is Akoy. Akoy. Oh, die mag het hele veld bestrijken. Akoy komt daar de 2-0 aan. Nou, nee. Wat een kans. Voor de topschutter van Ajax. En Beukenveld houdt hier Gene Muiden in de race. El Amrani. En hier weer die Akoy. Veel ruimte. En wie is daar achterin nog? Dat is Mijn. Ja, Gene Muiden heeft het niet vandaag. Moet hopen op een bevlieging. Van bijvoorbeeld deze man. Dit is Kavak. Maar dit is eigenlijk het enige schot op doel van de ploeg uit Gene Muiden. Na dat schot op de paal in de tweede minuut van Pot. Tweede helft wedstrijd. Jansen en Buitink zijn erin gekomen voor Beens en Kuurman. Dubbele wissel dus bij de ploeg van Jan van Raalte. Dat ook nu achteruit loopt in de beginfase van de tweede helft. Hier is El Amrani. En via Beukenveld naast. Terwijl het steeds harder begint te waaien in Gene Muiden. Misschien dat de ploeg iets kan uit een hoekschop. Nou, kopbal in eerste instantie van Van der Kolk. Dan blijft hij nog hangen. Gaat de bal over. Ja, dit zijn toch momenten waaruit het dan misschien moet gaan gebeuren voor Gene Muiden. Dat graag die koppositie natuurlijk wil vasthouden. Eenkhoorn, Eenkhoorn, nou! Vanuit het niets is daar toch de gelijkmaker. En wat een schitterende goal zeg. Eenkhoorn. Boom! Zijn vijfde treffer van het seizoen. En een hele belangrijke. Want dit kan de wedstrijd wel eens doen kantelen. Muis. Wat een geweldige bal zeg in de richting van Kavak. Nog niks gezien en daar is hij dan toch. Eind januari benadeelde hij zijn ploeg met een dubbele rode kaart tegen HZVV. Twee keer geel, vervolgens doormekkeren. Kreeg hij twee rode kaarten. 3 weken was hij er niet bij, nu weer wel. En kijk eens hoe belangrijk Omar Kavak dan toch weer is voor Gene Muiden. 2-1. En hoe voelt Ajax zich nu natuurlijk? 3-0 had het makkelijk kunnen staan bij rust. Gene Muiden kwam goed weg. En hier ook bij een inzet van de invaller van Ajax, Bran. Slotfase wedstrijd, stand dus 2-1. Met hier Jansen. Tegenover zich Deken. Nog altijd Jansen. Kavak staat daar vrij. In tweede instantie, jawel hoor. Omar Kavak, zijn 18e van het seizoen. En zijn 50ste in totaal voor Gene Muiden. In 51 wedstrijden loopt dus bijna 1-1. Gene Muiden speelde een hele moeizame wedstrijd. Had het in de eerste helft heel erg lastig, maar wint uiteindelijk wel met 3-1. Door 2 treffers van een man die je de hele wedstrijd niet ziet en dan opeens opduikt. Nou, dat heb je volgens mij goed gezegd. Ik stond op wedstrijdformulier. En meer ook niet. Nee, meer ook niet. En tot die lange bal van Muis, die fantastisch erachter legt. Ja, dan kun je als spits moet je die afmaken. En dat er dan in, volgens mij in de 85e minuut nog een bal goed valt.
En die maak je dan en dan sta je twee keer op wedstrijdformulier. Twee goals. Maar ja, voor de rest heb ik waarschijnlijk dramatisch gespeeld. Ja, heel lang hebben we niet aanspraak gemaakt op de winst. Ja. Maar ja, dan voelt hij des te lekkerder als hij 2-1 alsnog valt. Ik vond wel in de fase waarin we de 1-1 maakten dat het wel terug was. Maar daarna kon de wedstrijd ook echt alle kanten op en kwam toch wel de meeste dreiging ook bij hun weg. Je was natuurlijk even 3 weken geschorst. Hoe waren die weken voor jou? Ja, ik heb het, gewoon 3 kutweken. Ik heb het team gedupeerd, de club een beetje in de steek gelaten, hè, door mijn actie bij HZVV. En dat ik daar zo terug kan komen is alleen maar fantastisch. En de jongens ook, die hebben me gesteund in het team. Ja, natuurlijk in het begin krijg je wel even van domme actie, laat het niet weer gebeuren. En dat je daar gewoon zo gesteund wordt en dat je dan zo terug mag komen is alleen maar mooi. Echt een fantastisch gevoel.